Hoi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne. Ik ben echt zo mega excited voor deze video. Ik kwam namelijk laatst op het idee dat het misschien wel leuk was als ik festival outfits ging shoppen of voor een andere gelegenheid outfits ging shoppen bij een bepaalde webshop of in een winkel en dat dan aan jullie te laten zien. Dus ik heb allemaal mega leuke festival items besteld op Lovies. Ik ben echt zo mega excited naar al deze items. Ik heb echt 4 te leuke festival outfitjes verzameld. En die ga ik in deze video aan jullie laten zien. Dus ben je benieuwd welke items allemaal in deze doos zitten? Blijf dan vooral gezellig verder kijken. Doe zeker je blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we snel beginnen. En oh my god, ik ga echt beginnen met mijn favoriete outfit, denk ik. Dit is dus outfit 1 die ik heb samengesteld. En die bestaat uit dit topje. Ik vind dit soort topjes dus echt amazing. Ze schijnen natuurlijk wel een beetje door. Maar ik vond de kleurencombinatie van deze gewoon echt geweldig. Het is een beetje donkergrijs, zwart, blauw en oranje. Hoe mooi is deze top? Ik heb hem genomen in een maatje S. Want het model had volgens mij zelfs een maat M aan. Dus ik denk, nou, hij zal vast wel klein vallen. Maar ik denk dat het op zich nog wel meevalt. Ik denk dat ik ook wel een XS had kunnen. Maar dit is hem. Dit is dus zo'n doorschijnend topje. Hij valt wel gewoon lekker lang. En daarbij heb ik dus ook een broek. Dat is namelijk deze Dark Wash Jeans. Deze vond ik ook heel leuk. Ik hoop dat ik hem pas. Want ik had in een van mijn vorige Lovies shoppers ook broeken besteld in de maat XS. En die waren allemaal te klein. Ik heb deze ook in een XS gedaan. Want het model had ook een XS aan. Dus ik dacht, nou, die zal ik ook wel passen. Maar ik ben benieuwd. Het is dus een donker wash jeans of een dark wash jeans. En dan is het dus een wide leg. Met gaten. Nou, voor een festival vind ik dat helemaal geweldig. Deze broek kan ook gewoon everyday. Dit is echt een stapel om in je kast te hebben. Super chill. En deze is mooi. En ik vind de broeken van Lovies dus ook echt super goede kwaliteit hebben. En oh my god, hoe leuk is deze zonnebril verpakt. Het zit dus in zo'n plastic zakje. Maar daarna zit het dus in zo'n roze zonnebrillenhoes. En daar staat dus ook nog op Lovies. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen zien. Ja, de camera gaat scherp stellen. En hoe mega gaaf is deze zonnebril? Ik vind hem echt super vet. Vooral bij die outfit staat hij heel leuk. Aan de binnenkant heb je hier dus ook nog Lovies staan. Heel mooi. Oké, ik heb de outfit aan. Ik heb ook de zonnebril opgezet. Want ik vind het echt een super leuk outfit. Als jullie dat horen op de achtergrond. Die toeter. Ik weet niet wat iemand aan het proberen is bij ons in de wijk. Kijk, nu hoor je het weer. Een soort trompet of zo. Geen idee, maar ik heb de outfit aan en ik ben helemaal verliefd op deze outfit. Vooral ook met die bril. Nou hoor je het weer, what the fuck. Maar ik vind het helemaal leuk. Kijk gewoon even zo als outfit. Dit is toch amazing. Ja, je ziet wel mijn BH er heel erg doorheen, maar dat vind ik dus wel vet. Zo kunnen jullie de outfit goed in zijn geheel zien. De broek is wel echt veel te strak. Deze mag ik echt in een maatje groter. Dat weet ik dan ook nu voortaan. Ik heb deze top ook een beetje in de broek gedaan. Want dat vind ik zelf wel mooi. Maar ik vind de kleurencombinatie gewoon heel vet. En dan met zo'n gave zonnebril. Ik heb nu ook geen schoenen aan trouwens. De broek is wel echt lang. Hij is echt heel lang en ook heel wijd. Dus daar moet je echt van houden. Voor deze outfit ben ik ook echt zo mega excited. Dit is misschien ook wel een van mijn favoriete outfits. Ja, ze zijn allemaal leuk. Maar ik vind het zo leuk. Oh my god. Je kunt het hier al een beetje zien. Het bestaat namelijk als eerste uit een rokje. En ik dacht dus eerst, dragen mensen wel rokjes naar festivals? Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga eigenlijk nooit naar een festival. Maar ik maak deze video gewoon omdat ik het leuk vind om festival outfits te shoppen. En ik gewoon, ja, meestal outfits voor festivals wel gewoon echt heel erg leuk vind. En het ook een beetje als een inspiratievideo is bedoeld. En om jullie gewoon wat, ja, inspiratie te geven dus qua outfits. Maar ik zag dus dit rokje. Kijk, je kunt het misschien wel zien, maar hij loopt dus een beetje in een soort puntachtig uit. Het is geen skort, het is echt een rokje. Dus ja, je moet er wel van houden. Je kan ook natuurlijk kiezen voor gewoon een leuke denim shortje of een denim skort, weet je wel. Maar ik vond deze kleur heel leuk bij de outfit matchen. Zo zit hij aan de achterkant. Volgens mij is het dus wel een low-waisted rokje. Dat heb ik zelf ook echt niet. Ik heb niks low-waisted, maar bij het model vond ik het rokje ook heel leuk staan. Dus ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. Ik heb deze in een XS. Ik moet ook zeggen, ik vind hem er dus best wel breed uitzien. Dus ik ben benieuwd. En daarbij heb ik gewoon een heel basic topje. Oeh, deze stof had ik helemaal niet verwacht bij dit topje. Het is namelijk gewoon echt een heel simpel haltertopje. Maar het heeft wel een heel ander stofje. Het is echt een lekker zacht stofje. Ook een ribstofje zoals je kan zien. Een crop top. Maar dit vond ik heel leuk in combinatie met dat rokje. En dan heb ik dus een blouse voor daar overheen. Deze outfit is trouwens ook gewoon heel leuk voor in de zomer. Als je naar een stadje gaat of gewoon op vakantie. Maar deze blouse, ik ben zo excited voor deze blouse. Echt heel benieuwd ben ik hierna. Deze leek mij namelijk ook echt perfect voor in de zomer over je bikini. Deze kleur ten eerste.
hoe mooi is deze blouse. Hij is wel echt oversized. Ik heb hem in een XS. Wow, yo, hij valt echt heel erg oversized. Ik dacht even dat ik deze in een S had genomen. Maar hij is echt groot. Dus daar moet je echt rekening mee houden. En ja, bij deze outfit heb ik ook schoenen besteld. Ze komen in een superleuke doos. En deze schoenen maken de outfit wel echt helemaal af. Het zijn namelijk cowboylaarzen. Nou, ik vind cowboylaarzen helemaal amazing. Ze zijn een beetje bekreukt door de doos. Ze zitten er niet heel netjes in. Maar dit zijn de laarzen. En deze staan zo... Ja, ik denk dat ze heel vet staan bij deze outfit. Het zijn wel echt laarzen voor een festival. Ik zou dit niet zo snel gewoon dragen als je lekker naar de stad gaat of zo. Of gaat uit eten of zo. Maar het zijn gewoon super vette laarzen voor een feestje of voor een festivalletje. Ze hebben ook hier een metalen punt. Wat ik heel gaaf vind. Nou, zoals ik al zei, ze zitten niet heel netjes in de doos. De doos is eigenlijk te klein voor deze laarzen. Maar dit is toch amazing. Dit vind ik echt heel erg gaaf. Maar ik zeg al, je moet hier wel van houden. Je kan het ook niks vinden, ook geen probleem. Je kan ook lekker sneakers onder dragen. Je moet gewoon dragen waar je jezelf fijn in voelt. Ik heb deze genomen in een 36. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet wel zeggen, die hak is echt heel groot. Dat had ik niet verwacht. Ik had de hak wel echt veel lager verwacht. Want ik heb dadelijk ook cowboylaarzen van mijn moeder. Die ik dadelijk voor een outfit heb. En die zijn veel lager. En dit is denk ik wel echt heel erg hoog voor naar een festival. Maar het is wel heel leuk. Dus dit is de tweede festival outfit. We gaan het aantrekken. Ik ben heel benieuwd hoe dit samen staat. Ik heb de outfit aan. Maar ik moet zeggen, ik vind deze minder leuk als wat ik eigenlijk had verwacht. En ook een beetje had gehoopt. Dit is namelijk de outfit een beetje in zijn geheel. De blouse is echt heel erg oversized. Ik heb hem nu ook gewoon een beetje hoe de hele camera ging scheef. Maar hij hoort dus een beetje zo bij de outfit. Maar ik weet het niet zo goed. Ik vind de blouse wel leuk, maar hij is wel echt heel erg oversized. De rok is verder ook wel goed, alleen die kruipt dus steeds omhoog. En je moet hem wel echt een beetje laag dragen, een beetje low-waisted, want hij is echt heel erg kort. Het topje verder zit echt heel erg lekker. Het is echt een heel chill topje. Het is gewoon echt een basic, maar hij is gewoon lekker zacht. Hij schijnt ook niet heel erg door. Ik heb een zwarte BH eronder. Ik vind het echt heel erg meevallen. Maar ja, dit is de outfit. Ik weet niet, ik vind de andere outfit die ik dan hiervoor aan had echt heel veel leuker. Kijk, zo kun je de outfit goed zien. Dit zijn ook de schoenen. Ze zijn heel leuk, maar ze zijn heel erg hoog. Ik vind dit echt te hoog. Ik kan hier niet eens op staan. Laat staan de hele dag op lopen. Ik heb ook echt nog melkflessen als benen. Maar ik heb nog geen zonnetje gezien dit jaar. Dus don't mind that. Maar dit is in ieder geval de outfit. Dan gaan we door naar de derde outfit. En deze is ook weer helemaal vrolijk. Het bestaat namelijk uit een colorful broek. Zo heb ik het een beetje benoemd. Superleuk. Ik ben gegaan voor deze. Ik zal hem ook weer even uit de pakking halen. Bij Lovis hebben ze ook echt mega veel van dit soort broeken. Gewoon met allemaal verschillende kleuren. Verschillende printjes. Het kan ook zijn dat ik dit te kinderachtig vind hoor, moet ik zeggen. Nu ik het zo voor me zie, vind ik het misschien wel een beetje dat ik denk van, vind ik het wel echt heel erg leuk. Maar op de site vond ik het wel leuk. Hij schijnt door trouwens, zie ik al. Maar dit is in ieder geval de broek. Het is echt een lange, flare-achtige broek. Beetje straight fit, flare-achtig. Kijk, zo kunnen jullie het printje goed zien. En hij heeft een rits aan de zijkant. Ik heb hem in een XS genomen, ja. Maar zoals ik al zei, ze hebben heel veel verschillende broeken. Dus als dit niet je ding is, hebben ze vast een broek die jij wel leuk vindt. Maar dit vind ik heel gaaf voor een festivaletje. Gewoon een leuke broek die in dit geval dan dus opvalt. Dus bij deze outfit is de broek de eyecatcher. Bij de eerste outfit hadden we natuurlijk de zonnebril en het topje. Bij de tweede outfit was natuurlijk de schoenen waren echt wel de eyecatcher, vind ik zelf. En bij deze outfit vind ik dat de broek echt de eyecatcher is. Ik heb daarbij een wit bandeau topje. Die komt gewoon van de Zara. Want ik heb niet een bandeau topje besteld bij Lovis. Want ik heb genoeg bandeau topjes. Dus ik dacht, ja, dat is zonde. Maar deze komt dus van de Zara. Dat vind ik dus heel leuk bij zo'n broek. En bij deze outfit vind ik dan gewoon witte sneakers het leukste. Gewoon Air Force of zo. Dat is altijd goed. En ook niet te opvallend. Want de broek is natuurlijk de eyecatcher. Dus dan moeten er ook niet nog cowboylaarzen of zo onder, vind ik zelf. Dus dit is de derde outfit. En die gaan we nu aandoen. Voor de derde outfit heb ik gewoon heel even het topje aangelaten. Wat ik ook al aan had bij het tweede. En dadelijk ook bij de vierde outfit. Maar het is gewoon een heel simpel topje. Het past overal op. Die bandeau top kan ik ook aandoen. Maar ik heb daar nu niet de goede BH voor aan. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik laat deze gewoon aan. Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar ik dacht, een bandeau top is wel leuk voor de afwisseling. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Dit is dus de broek. Ja, de broek is, zoals ik al zei, de eyecatcher bij deze outfit. Super leuke broek. Het is echt een gave broek. Hij zit ook echt best wel lekker. Ik heb nog best wel veel ruimte over. En hij sluit dus aan de zijkant met een rits, wat ik net ook al zei. Het is wel een heel ander stofje. Het is een heel dunachtig stofje. Het is wel een beetje een goedkoop stofje, moet ik zeggen. Maar het zit in principe wel prima. Vooral dus leuk met een witte top, omdat in de broek natuurlijk ook veel wit zit. Ik zal hem ook weer even aan de andere spiegel laten zien. Of in de andere spiegel, want dan kun je de broek gewoon helemaal zien. Hij is ook echt lang. Ik ben ongeveer 1,
ja, 72 wel. En de broek is wel echt lang. Ik heb nu wel geen schoenen aan hoor. Dus ik denk met Dr. Martens of iets van platform sneakers dat het wel gewoon chill zit. Maar hoe gaaf is zo'n broek? En dan gaan we alweer door naar de allerlaatste outfit. En die bestaat als eerste uit het topje wat ik net bij de tweede outfit ook liet zien. Dit tanktopje die past ook gewoon overal bij. Dus dit is echt ook een hele goede basic om te hebben. Vooral ook in de zomer. En daarbij heb ik een heel leuk shortje. Dit is namelijk het shortje. Je kunt hem niet heel goed zien, maar het is een zwart satijnen shortje. Het lijkt een beetje op een soort cargo-achtige stijl shortje. Deze vond ik zo mega gaaf. Dit is ook bijvoorbeeld al heel leuk gewoon voor everyday. Met een leuk tasje erbij. Maar dit vind ik ook heel erg gaaf voor een festival outfitje. Deze wilde ik zo graag ook hebben voor mezelf voor in de zomer. Maar toen ik deze outfits ging bestellen, zo jammer, hadden ze deze niet meer in een XS. Ik heb hem dus nu besteld in een S. Misschien dat deze al past. Ik hoop het zo mega erg, want deze ga ik sowieso houden dan. Want dit is echt een te leuk broekje voor in de zomer. Ik ben helemaal verliefd hierop. Zal hem ook nog in het beige, als dat meer jouw ding is, in een crème kleur. Maar ik vind zwart mij beter staan dan crème of beige. Maar dit vond ik dus heel leuk als setje. En wat ik bij deze outfit leuk vind, is omdat de outfit zelf natuurlijk al best wel basic is. Dus om het weer leuker te maken met accessoires. Dus ik heb hele gave schoenen en een hele leuke tas. Ik vind namelijk in de zomer oranje echt een geweldige kleur. Dit is zo'n leuk tasje. Hij heeft gouden details. En hij heeft dus een lang hengsel. Maar volgens mij kun je dit hengsel dus ook afhalen. En dan kun je er zelf een andere backstrap omheen doen. Dat hadden ze bij Lovis ook gedaan. En een hele leuke, dat was een hele leuke oranje beige-achtige backstrap. Die verkopen ze ook bij Lovis. Dus mocht zij dit niet zo leuk vinden, dan is zo'n andere backstrap natuurlijk wel leuker. Dat vind ik eigenlijk wel. Maar die heb ik niet besteld, helaas. Maar dit is dus de tas. Ik vind trouwens bij deze outfit bijvoorbeeld ook heel erg leuk om iets fel roze te dragen. Of juist iets kobaltblauw. Dat vind ik ook heel leuk. Gewoon een leuke felle kleur. Omdat het kan en omdat het leuk festivalachtig is. Dus dit is de tas. Ik ben ook heel benieuwd. Oh ja, oh, dit is heel chill. Hij gaat dus open en dicht met van die drukknoopjes. En dan heeft hij dus ook nog een rits aan de binnenkant. Dat is echt top. En er zit dus nog een hengseltje of zo in. Oh, dit is denk ik een korter hengsel. Het hengsel wat er nu omheen zit is denk ik gewoon om een crossbody te dragen. En dit hengsel is er dan voor om hem zeg maar gewoon in je hand te dragen. En dan gewoon over je schouder te hangen. Super chill dat dat erbij zit. Maar wat ik vooral heel fijn vind bij tasjes is dat er een rits in zit. Vooral natuurlijk als je naar een festival gaat. Ik moet wel zeggen, er past echt niet heel veel in. Maar ja, ik denk ook niet per se dat je heel veel nodig hebt als je naar een festival gaat. En om de outfit helemaal af te maken heb ik cowboylaarzen. Deze zijn dus gewoon van mijn moeder. Deze hadden wij thuis al. Ik weet eerlijk gezegd niet waar deze vandaan komen. Geen idee, maar deze zijn toch te vet. Bij deze outfit is het toch helemaal amazing. Ik ben helemaal verliefd. Ik ben benieuwd hoe dit samen staat. Maar ik denk dus dat het heel erg gaaf is. Deze cowboylaars heb ik in de vorige zomer ook echt wel een aantal keer gedragen. Super chill. Ik heb ze toen ook aangedaan bij mijn diploma-uitreiking zelfs. Echt zo'n chille schoenen. De laatste outfit is ook echt één van mijn favoriete outfits. Ik vind hem zo mega leuk. Dit is ook echt een outfit die ik zelf zou dragen. Dit is ook echt hoe ik, ja, zelf dus een outfitje zou combineren. Hoe ik het zelf zou dragen. Ik vind hem zo mega leuk. Het is eigenlijk heel simpel. Maar ik vind het echt helemaal leuk. Zo kun je de outfit een keer in zijn geheel zien. Ik vind het heel leuk met cowboylaarzen, maar het is ook heel leuk als je dit gewoon combineert met sneakers. Het broekje zit eigenlijk ook best wel prima, want die zit best wel strak aan de bovenkant. Dus een S is eigenlijk wel prima. Hij is alleen heel erg kreukelig en hij valt sowieso wel een beetje wijd. Dus daar moet je van houden. Maar het tasje maakt het hele outfitje gewoon af. Het topje is gewoon basic, heel chill. Dus ik vind het echt een hele leuke outfit zo. Echt love it. En dit waren dan alle festival outfits die ik deze keer heb geshopt bij Lovis. Ik ben zelf echt mega erg benieuwd wat jouw favoriete outfit was van deze hele video. Dus laat me dat zeker weten hieronder in de reacties. Want dat vind ik echt mega leuk om te lezen. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dat kan hieronder op de abonneerbutton. Dat zou ik echt mega mega erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shoplogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker en dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!